Utrecht huldigt Paralympische kampioenen. Goed nieuws show tijdens Prinsjesdag. De jaarbeurs kleurt deze week zilvergrijs. Goedenavond, dinsdag 20 september. Dit is U Vandaag. Er komt meer geld voor de zorg. Eerdere bezuinigingen worden gerepareerd. Die belofte deed het kabinet vandaag op Prinsjesdag. Maar misschien lossen we de problemen in de zorg binnenkort heel anders op. Bijvoorbeeld met de inzet van zorgrobots. Er is weer een nieuwe op de markt en dat is Vi. En die is hier. Vi, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. En met jou, Eva. Nou, dank je, Vi. Met mij gaat het ook heel goed. Zometeen praten we verder met Vi en Xenia Kuiper van zorginstelling Philadelphia. En onze stamgast is Paul van Vlijmen. Paul, met jou hebben we het over het ceremonieel van Prinsjesdag, een militair vertoon. Ja. Was het een bijzondere editie dit jaar? Ja, het was een bijzondere breuk met de traditie. De gouden koets werd dit keer ingewisseld voor de glazen koets. Het is net een sprookje. Ja. Zometeen weer. Eerst het nieuws met Rix. Ja, ook een sprookje. Ze zijn nog maar net terug op Nederlandse bodem. Maar tot rust komen is er nog even niet bij. Onze Paralympische kampioenen zijn vanmiddag direct uit het vliegtuig gehuldigd in Tivoli-Vredenburg. En daar is ook verslaggever Marco Geitenbeek. Marco, het feestje is net achter de rug. Hoe ging het allemaal? Ja, het is echt net achter de rug. De spelers waren net op Nederlands grondgebied. Ze werden met de bus hier naartoe gereden. En ze kwamen hier, nou, ik denk een kwartiertje, 20 minuten geleden, kwamen ze hier het podium oplopen. En je zei al, groot feest. Nou, dat was het. Kijk maar even. Tivoli Vredenburg stond eventjes helemaal, ging uit zijn dak, kunnen we wel zeggen. Het was echt één groot feest. Ouders, familieleden, vrienden, ze zagen de sporters allemaal weer voor het eerst. En het is een groot feest, want Nederland heeft het goed gedaan. 62 medailles. We staan zevende op de medaillespiegel. En dat is ongekend goed. En daarom was het hier ook zo'n ongekend goed feestje. Vanmiddag kwamen de sporters hier dus allemaal aan. We gaan eventjes naar de assistent, chef de mission. Dat is Esther Vergeer uit Woerden, hè? Ja. Hoe is het om weer terug in Utrecht te zijn? Nou, ik moet zeggen, ik heb er heel erg naar uitgekeken om weer naar huis te gaan. Ja, natuurlijk was het wel super gaaf in Rio, maar het is heel vermoeiend. En dan ben je weken van huis, dan is zo'n welkom thuis wel echt fijn. Ja, en... Want wat voor gevoel kreeg jij toen jij hier de zaal binnenkwam? Ja, nou, dit is voor het eerst dat er zo'n onthaal zeg maar, is voor de Paralympische ploeg. En ik denk meer dan verdiend en ook echt meer dan tijd om op deze manier de sporters te verwelkomen. Ja, dat is kippenvel, dat is gaaf. Ik bedoel, een zaal vol met mensen, familieleden, vrienden die de sporters, Paralympische sporten warm hart dragen. Dus heel mooi. En een prachtig resultaat dit jaar, hè? Ja, dat is niet normaal, toch? Ja, 17 goud. 19 zilver en 26 bronzen. Ja, ik heb het nu uit mijn hoofd geleerd, maar zoveel medailles. De succesvolste spelen ooit. Ja. En nu? Patatje, broodje pindakaas? Nee, kijk, ik ben geen sporter meer. Hè, dus dat soort dingen mag ik nu ook tegenwoordig tussendoor. Nee, het is meer dat ik verlang naar een eigen bed. En dat ik gewoon even... En niet zoveel mensen omheen. Gewoon een beetje rust om je heen. Want dat is, die 3,5 weken heb je gewoon altijd mensen en altijd muziek. Dus een beetje rust is heerlijk. Een beetje rust, dat is heerlijk. Mooie woorden. Ga er lekker van genieten, Esther. Het was hier die huldiging. Dat is nogal goed om te vertellen, omdat Utrecht de Nationale Sportweek, die hosten ze. Ze zijn host city en daarom is die hier geopend. Een prachtig resultaat dus. De sporters keren nu lekker huiswaarts. Dat lijkt me lekker voor ze. En morgen dan wacht ze nog een bezoekje bij de koning, premier Rutte en minister Schippers van Sport. Maar eerst even lekker naar bed, denk ik. Oké, dankjewel Marco Geitenbeek. Ja, leuke dingen in verband met die Nationale Sportweek. Daarover straks meer. Jiske Griffioen en Diede de Groot trouwens, die worden vrijdag nog een keer gehuldigd in hun woonplaatsen Woerden en Oudewater. De politie heeft 3 mannen aangehouden na een reeks plofkraken bij Albert Heijn supermarkten in Soest en Driebergen vannacht. Mannen van 25, 26 en 36 jaar oud komen uit Utrecht en omgeving. Rond 3:15 werd in Soest een geldautomaat opgeblazen in de burgemeester Grote Straat. 3 kwartier later was het raak op de tamboerijn. Hier werd 2 maanden geleden ook al een plofkraak gepleegd. En in de AH in de Hoofdstraat en Driebergen werd om 5:00 een pinautomaat opgeblazen. Kort daarna werden in Soest de 3 verdachten aangehouden. Volgens de politie is het qua tijd bijna onmogelijk dat die ook in Driebergen toesloegen. Dat Albert Heijn-filialen doelwit waren is waarschijnlijk toeval. Ja, dat zou je denken. Maar er worden natuurlijk ook al bij andere bedrijven en andere supermarkten worden ook wel plofkraken gepleegd. Dus het is niet alleen bij de Albert Heijn. Maar is dat niet opvallend? Ja, ik weet niet of het opvallend is. Blijkbaar heeft deze dadergroep het gericht op betaalautomaten. Niet alleen aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant van gebouwen. En proberen ze door middel van opblazen zo heel makkelijk geld te verkrijgen.
Moeten die automaten daar nog wel staan? Ja, dat is een vraag die moet u niet aan mij stellen. Wij zijn voor het opsporen en het aanhouden van de verdachten. En dat hebben we hierbij natuurlijk hartstikke goed gedaan. De politie onderzoekt nog welk verband er is tussen de plofkraken. Ook is nog onduidelijk of er geld is buitgemaakt. Overigens werd ook in Brielen in Zuid-Holland vannacht een geldautomaat in een Albert Heijn opgeblazen. Het kabinet trekt extra geld uit voor de Domtoren in Utrecht. En ook Huis Doorn krijgt extra geld. Dat blijkt uit de begroting die vandaag op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De Domtoren moet 10 miljoen euro delen met monumenten in Groningen en Arnhem. Het geld is bedoeld als bijdrage voor de noodzakelijke grondige restauratie van de toren. Huis Doorn werd 3 jaar geleden getroffen door een flinke bezuiniging en krijgt er nu 150.000 euro bij. Er was ook gehoopt op extra geld voor Paleis Soestdijk en de Domkerk, maar het is nog onduidelijk of dat er ook komt. Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De financieel-economische crisis ligt achter ons. Zo begon de troonrede vanmiddag. Maar de koninklijke rijtoer door Den Haag en de hoedjes die bijna alle vrouwelijke Kamerleden en genodigden droegen, trokken waarschijnlijk nog meer aandacht. Die Haagse hoedjesparade is in korte tijd uitgegroeid tot een echte traditie. Ook op deze Prinsjesdag waren weer duizenden naar het centrum van Den Haag gekomen. Voor de schoolkinderen die vrij af hadden, viel er veel... Het was 1977 en het kersverse Kamerlid Erika Terpstra besloot wat leven in de brouwerij te brengen. Met een hoed. En het jaar daarop nog een hoed. En toen nog één en nog één. Een traditie was geboren. Daarvoor was een hoed op Prinsjesdag vooral iets voor de koningin en verder niet. Maar na de hoed van Erika kwamen er hele Waddeneilanden langs. Ik hoop dat uw hoed niet afwaait. Ik ga het goed vasthouden. Hanke Bruinslot van het CDA heeft haar hoed gisteren al naar Den Haag gebracht. Het is heel erg druk in de trein. Zeker ook vandaag nu in minder treinen rijden. Dan kan die beter al daar vast veilig liggen. En dit is hem dan, de hoed. Ja, het is inderdaad een wat stoere hoed. Er zitten wat veren op, verwijst naar Italiaanse militaire eenheden. Ik koop hem ook altijd hier in de stad Utrecht op de Bakkerstraat bij Jos van Dijk. En misschien dat ik hem nog wel een keer extra draag. Maar heel eerlijk gezegd, ze belanden toch wel vaak in de kast. En ook niet iedereen doet met die hoedjestraditie mee. Ik heb me natuurlijk wel een beetje op gekleed, want we gaan wel netjes vandaag. Maar een hoedje, ja, dat past gewoon niet zo bij mij. Eigenlijk vindt ze het helemaal niet zo'n feestelijke dag. Zeker als je weet hoeveel er bezuinigd wordt, vaak nog weer op de zorg. Mijn portefeuille, de jeugdzorg, is vaak ook niet goed nieuws. Ja, dan wordt er nog wel eens naast me ook nog wel eens gemompeld door collega's die er eigenlijk ook niet zo heel erg blij mee zijn. Ja, en dat is wel vaak de boodschap die dan wordt verteld. En eerlijk is eerlijk, vorig jaar droeg koningin Maxima ook geen hoedje. Maar ja, daar stond die fraaie hoed van dit jaar dan weer tegenover. Nou, die hoed telt voor 2. De hoedjesparade had trouwens nog een Utrechtstintje. 10 dames droegen een hoofddeksel van de Baarnse ontwerpster Herma de Jong. De advocaat van de Al-Fitra-moskee in de Utrechtse wijk Overvecht heeft de rechtbank vandaag gevraagd. Hij wil dat een rechtszaak over een huurconflict wordt uitgesteld. De eigenaar van het pand zegt dat er een huurachterstand van 180.000 euro is. De moskee bestrijdt dit, maar kan na een inval van de FIOD niet bij de papieren om dit te bewijzen. De Al-Fitra-moskee in Overvecht komt regelmatig in het nieuws. Geert Wilders kwam er protesteren omdat er een haat-imam zou preken. Genoeg is genoeg. Nederland heeft genoeg van al die radicale haatsheiks die naar Nederland mogen komen. En 2 weken geleden was er een inval van de FIOD. Die verdenkt de bestuurders van de moskee van het witwassen van grote sommen geld, afkomstig uit het Midden-Oosten. Vandaag was de moskee inzet van een kort geding. Goed, welkom iedereen, ik open de zitting. De eigenaar van het pand wil zijn huur hebben, want er is inmiddels een achterstand van 180.000 euro. Maar de advocaat van Al-Fitra vroeg om uitstel van de zitting. De rechter ging daar niet in mee. Ik heb besloten dat ik toch de voorkeur eraan geef om deze zitting door te laten gaan. En daarna wraakte de advocaat de rechtbank. Hij vindt dat de rechter vooringenomen is omdat zij geen rekening houdt met de inval van 2 weken geleden. Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat wij gedegen verweer willen voeren. En dat is gewoon onmogelijk gemaakt door de inval van de FIOD. Er zijn een scala aan bescheiden en computers en wat zo meer, is allemaal in beslag genomen. En cliënt heeft tegenbewijs en die kunnen ze vandaag niet te bedden brengen. Wanneer het kort geding nu wel doorgaat, is nog niet duidelijk.
Eerst moeten andere rechters bepalen of deze rechter inderdaad vooringenomen is. Wordt vervolgd dus. In Utrecht is de 50PLUS-beurs weer begonnen. In de jaarbeurs staan 600 stands, boordevol informatie. Er is muziek, dans, theater. Er zijn kookdemonstraties en modeshows. Dat allemaal voor de vitale senior van nu. Elk jaar wordt de jaarbeurs omgetoverd tot de 50PLUS-beurs. Daar waar menig 50-plusser bij elkaar komt om kraampjes af te struinen en workshops te bekijken, zijn er ook mensen die met een doel komen. Ik ben eigenlijk specifiek op zoek naar een fietsendrager voor mijn auto. Ik ga kijken naar een loopfiets. Gewoon een dagje uit, kijken wat er allemaal is. We weten helemaal niet wat we kunnen verwachten. Op de beurs zijn er allerlei snufjes en gadgets voor 50-plussers te vinden. Neem de elektrische fiets bijvoorbeeld. Die is de laatste jaren populair. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Op dit moment is er enorm veel behoefte in de markt aan een oplossing voor het zadelpijnprobleem. Het komt omdat mensen bijvoorbeeld veel op een elektrische fiets rijden op dit moment. Dan rijden ze niet meer alleen naar de bakker, maar ze rijden echt wel een grotere afstand mee. En dat betekent het na 30 minuten dat je eigenlijk wel heel vaak last krijgt van zadelpijn als je een zadel niet op maat geleverd krijgt. Bezoekers van de beurs herkennen zich in het probleem van zadelpijn. Ja, inderdaad. Ik heb al verschillende zadels uitgeprobeerd. En verschillende dekjes uitgeprobeerd en die willen maar niet helpen. En nou ben ik eigenlijk op zoek naar iets wat werkelijk helpt. Het gebruikelijke eten is ook aanwezig, maar ruimte voor vermaak kan ook niet ontbreken. Zo is er een scootmobielrace. Ja, ik vond het op zich wel leuk, maar ik zeg, autorijden is makkelijker als op zo'n ding in ieder geval. Ja. En als je dan na 3 uur alle kraampjes bezocht hebt, kun je met een gerust hart naar huis. Of toch niet. Wat redelijke stands, maar te veel op het gebied van pijntjes voor ouderen, als ik dat zo mag uitdrukken. 50PLUS-beurs in Utrecht duurt nog tot en met zaterdag. Ja, pijntjes. Ja, misschien is een van onze drie gasten ook al wat voor de 50PLUS-beurs. Namelijk zorgrobot Fee. Die is hier samen met Xenia Kuiper van Philadelphia. En onze stamgast is Paul van Vlijmen. En met hem hebben we het zo over Prinsjesdag en al het militaire vertoon daar. Xenia, om met jou te beginnen. Dit is dus de nieuwste aanwinst van jullie. We hebben wel eens zorgrobots gezien. Wat is er nou zo bijzonder aan Fee? Nou, Fee valt natuurlijk sowieso op dat ze een stuk groter is dan andere robots. En daarmee ook wel een stuk stabieler. Misschien kunnen we haar straks nog eventjes uitdagen. Oh, is goed. Die uitdaging gaan we aan. Ja. En voor wie is ze bedoeld? Ze is bedoeld voor onze cliënten. En wij gaan eigenlijk op een ontdekkingsreis samen met Fee om te kijken wat ze zou kunnen betekenen in het leven van onze cliënten. Want we hebben eerder die kleine gezien en die was dan bijvoorbeeld voor demente ouderen. Ja. En deze bedacht ik is meer voor ook mensen met een verstandelijke beperking. Ja, nou wij zijn inderdaad heel erg benieuwd wat zij voor hun kan betekenen. Als Fee haar krachten waarmaakt, dan zou ze dus zelf moeten kunnen leren van wat wij haar leren. En wij willen dat graag door onze cliënten zelf aan haar laten leren. Oké, nou laten we eens kijken wat Fee er zelf van vindt. Fee, hoe vind je het om met de cliënten te werken? Het is geen werk. Ik vind het mooier om de mensen te ondersteunen en samen te kijken waar dit naartoe gaat. Nou. het lijkt wel voorgeprogrammeerd, ja. Fee. Zo'n mooi antwoord. Zo'n robot, ik bedoel, wat kan die dan eigenlijk? Kan die kaarten? Oh ja, of bouwen, of schaken, of... Nou, kaarten, ze kan natuurlijk het scherm op haar buik gebruiken om met jou allerlei spelletjes te doen. Oh ja. Dus de kaarten in de hand vasthouden, dan moeten er ook nog even techneuten goed doorontwikkelen. Huh? Ja, want het is niet alleen zo dat je de binnenkant van haar hoofd, haar hersenpan eigenlijk gaat vormgeven. Maar er zullen ook steeds verbeteringen worden doorgebracht in wat zij fysiek kan. We zijn heel erg benieuwd en we gaan het allemaal uitproberen. Want we hebben bijvoorbeeld een cliënt Hans, die woont bij ons in Hilversum. Oh ja, we hebben volgens mij een beeld van Hans ook, dat hij in ieder geval haar ziet. Vertel verder wat... Nou, Hans houdt bijvoorbeeld heel erg van schaken. En wij zijn heel erg benieuwd of Fee met Hans een potje kan schaken. Dat zou ze gewoon moeten kunnen. Maar dit staat nu nog in de kinderschoenen. En dus gaandeweg, terwijl Fee wordt gebruikt, leert ze ook meer. Ja. Eigenlijk moet je Fee nog een beetje als een lege omhulsel zien, als een kleuter. Mm-hmm. Alles zit erop en eraan, maar we moeten haar nu ook leren praten en hoe je met mensen omgaat. Ja. En hoe ervaren de cliënten dat? Ik bedoel, Fee is een robot, maar ervaren ze dat ook zo? Nou, Fee is vorige week voor het eerst op bezoek geweest van een van onze locaties. En dus inderdaad bij Hans. En Hans die reageert heel nieuwsgierig op Fee.
En, maar als je als medewerker in de zorg bent, dan hoef je nog niet dus meteen te vrezen voor je baan, zo te zien. Nee, dat verwacht ik zeker niet, want Vie is sowieso nog helemaal geen keizer, kan niet het overzicht op alles houden. Maar maakt ze al een beetje gevoelens los bij mensen met haar verschijning? Ja, want haar ogen en haar oren die kunnen meelichten. En nou ja, zoals ik ook tegen Paul zei, beleving is echt een heel belangrijk thema voor een groot deel van onze cliënten. En ja, Vie kan muziek maken, ze kan met jou praten, ze kan naar je luisteren. Vie, hoe vind je het om in de studio van RTV Utrecht te zijn? Het is een mooie locatie. Ik ben nog nooit in een tv-studio geweest. Superleuk. Paul, jij bent natuurlijk van het Defensiemuseum. Ja. In oorlogsvoering is robots en nou ja, drones toestand. Allemaal hot. Die ontwikkelingen gaan zo razendsnel. Daarom vind ik het ook heel leuk dat jullie dit proberen. Want ergens, iemand moet de eerste zijn. Hè? En je moet het met z'n allen, moet je het allemaal laden en steeds mooier maken en steeds beter maken. Maar waar gaat het dan naartoe? Het gaat zo snel. Waar gaat het dan naartoe, Xenia? Ja, dat weten we natuurlijk helemaal niet. We gaan gewoon stapsgewijs aan de slag. En ja, bij de keuze voor Vie zien we wel heel veel potentie in deze technologie. En we denken ook dat het niet meer te stoppen is. Dus dan kan je maar beter nu alvast mee gaan doen. Mm-hmm. En ook onze doelgroep eigenlijk de kans geven om ja, als een van de eerste aan te haken op dit soort ontwikkelingen. Want ik denk dat de gehandicaptenzorg toch wel vrij vaak wat later is dan andere sectoren. En nou ja, zoals ik zei, als ze een kleuter is en je kunt haar nu vormgeven, dan moet ze gewoon nu kennis maken met onze cliënten. Het is hetzelfde als zo'n eerste elektrische rolstoel. Ik weet nog dat iedereen zei van, kijk, dit is met zo'n pookje, kun je dat tegenwoordig, kijkt er niemand meer van op. Ding kan alles, kan fantastisch. Dus wat voor ons nu eigenlijk nog heel vreemd voelt, dat gaat dan normaal worden. Maar waarin kan ze dan echt een bijdrage leveren? Als je dus een verstandelijke beperking hebt, wat mis je dan wat Vie kan brengen? Nou, waar ze wellicht van waarde van zou kunnen zijn, is dat ze jou kan helpen met het leren van iets. Want ze kan communiceren via dat schermpje op haar buik. Ze kan praten. Ze heeft gezichtsherkenning. Ze weet ook met wie ze praat. Ze kan, als het goed is, emoties herkennen. Dat gaan we natuurlijk allemaal in de praktijk ondervinden. Mm-hmm. Of Vie echt een schouderklopje kunnen geven dat ze daadwerkelijk kan. Maar ja, ze zou dus op één-op-één momenten echt een aanvulling kunnen zijn. Ik zie het zijn. Helemaal voor me. Als Hans alleen maar van schaken houdt, kan Vie de hele dag doorschaken zonder geïrriteerd te raken. Ja, dat is ook waar. Ja. Ja. Nou ja, wat mijn vraag is, we hebben in ons land 100.000 mensen zonder werk. Waarom nemen we daar een robot voor en niet gewoon iemand die gewoon in vlees en bloed gezelschap nou, kan zijn? Nou, die mensen, vrijwilligers, zijn van harte welkom. Wij werken heel veel met vrijwilligers, volgens mij een stuk of 5.000 al. En daar blijven we ook heel veel energie op zetten. Dus iedereen die vrijwilligerswerk voor onze cliënt en doelgroep willen doen, die zijn van harte welkom. En ja, ik kan dit vraagstuk natuurlijk niet in Nederland zo oplossen. Maar wij zijn wel heel erg benieuwd naar de interactie tussen vrijwilligers of zorgprofessionals en cliënten. Want bij ieder ander mens wat je inzet, blijft de cliënt toch op een bepaalde manier afhankelijk van iemand anders. En ja, ik denk wel dat technologie of Vie als een soort hefboom zou kunnen werken voor je beperking. Zoals Loesje ooit op haar poster schreef van, vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren. En ik ben zelf heel erg benieuwd of we zulke uitspraken eigenlijk over een aantal jaren zouden kunnen verwachten. Maar van mensen, mensen hoeven er niet bang voor te zijn, zeg jij? Nee. Ik denk dat het een toevoeging zal worden. Dingen overnemen zal het nooit. En daarbij, als het zo is, dan gebeurt het. Ja, dan kun je niet werkelijk. Tegen. Ik bedoel, alle paarden die over waren omdat de trein kwam. Alle paarden die over waren omdat de auto kwam. Ik bedoel, werden echt affiches gemaakt over dat het paard overbodig was. Jongens, we hebben er zoveel. Nou, Paul heeft een prachtig bruggetje gemaakt. Want er waren ook genoeg paarden nog te zien vandaag tijdens Prinsjesdag. Ja. Laten we nog even kijken hoe het er allemaal uitzag. Paul, jij bent de directeur van de Defensiemusea, ook het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Ja. Maar dit is eigenlijk misschien wel het grootste militaire spektakel dat we hebben in ons land, hè? Zou je niet meteen zo denken? Nee, zou je niet denken, maar iedereen die iets kan rijden, lopen, erewacht, erecouloir, zoals dat dan mooi heet. Iedereen wordt opgetrommeld. Alle muzikanten, alle militaire kapellen staan aan de kant.
De marechaussee, de grenadiers, de noem ze maar allemaal. Cavalerie. En dan staan ze daar ook, want hè, je zei net van de paarden, ze zijn nog, hebben we ze nog nodig. Maar het is ook eigenlijk bijna museumstukken die ze vaak aan hebben. Ja. Allemaal pluimen en toestanden. Ja. De mutsen zijn vaak echt beschermd, want bont mag niet meer gebruikt worden. En de oude die worden echt heel goed in stand gehouden. En het is allemaal echt hoog professioneel. Maar we horen altijd dat er bezuinigd moet worden. Dat kost toch een lieve duit? Oh nee, maar dit is ook op het randje hoor. Dit kan ook. Als je eerlijk bent, zou je dit moeten afschaffen in het kader van de bezuiniging. De paarden zijn ook al voor een deel niet meer van Defensie zelf. Die worden gewoon gehuurd bij boeren. Maar wat kost zo'n grapje dan, zo'n dag met al die poespas? Geen idee. Miljoenen dan waarschijnlijk. Ja, maar het ligt eraan of je de loonkosten meerekent. Die zijn natuurlijk, iedereen is in dienst. Dus ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar van de andere kant vind ik het wel ook een soort cement. Ik bedoel, dit is ook een cement in de samenleving. Het is belangrijk als je aan je tradities vasthoudt, bedoel je? Ja, ja. Want we zagen bijvoorbeeld net dat Willem-Alexander en Maxima die begroeten dan het vaandel. Het vaandel, ja. En dat is natuurlijk ook bij uitstek zo'n soort symbool. Wat betekent dat eigenlijk? Dus het vaandel van het regiment dat op dat moment daar opgesteld staat als ere-escorte. En daar staan de wapenfeiten van het regiment op. En de koning groet altijd het vaandel. Eerst was het het begin van de stoet van als je ten strijde gaat, achter het vendel. En nu is het een ceremonieel geheel geboren. En vroeger zagen we Willem-Alexander zelf ook met zo'n hele batterij aan vierdaagse medailles en linten en koorden. Vroeger? Nou, voordat hij koning werd. Ja, voor die koning werd. Ja, toen had hij ook een functie binnen de krijgsmacht. Alleen op het moment dat hij koning geworden is, is die ceremoniële functie afgelopen. Ja. Je bent geen bevelhebber van de krijgsmacht. Je hebt toch gestudeerd in Utrecht, hè? Ja. Ik zag mensen van de studentenweerbaarheid. Ja. Hebben wij dat nou in Utrecht ook, een soort studentenlegerkorpsje? De Koninklijke Utrechtse Studentenvereniging tot Vrijwillige Oefening in de Wapenhandel. Zo? Oh. Ja, zo heet dat officieel. Dit jaar hebben ze lustrum. En over paarden gesproken, je had nog wel een paardennieuwtje, hè? Een paarden? Volgend jaar, ja, augustus, ja. Want we zijn bezig met de voorbereiding van een groot hippisch evenement op de locatie in Soesterberg. En dan proberen we ook heel erg sterk dat ceremonieel te combineren met ruitergevechten, met misschien wel dat we een polo-wedstrijd krijgen. Dat lijkt me wel leuk. We gaan naar iets anders. Fie, terug naar jou. Fie, kan jij traplopen? Ja, leek maar op. Oh, maar ik heb geen trap. Volgens mij gaat Fie zich voorbereiden op een act. Maar in de tussentijd, voor degenen die wel trap kunnen lopen, komende donderdag rennen 50 sportievelingen zo snel mogelijk de Domtoren op. Ja, ik vraag me af wie daarbij is. Om zich te kwalificeren, had ze mee moeten doen aan een traploprace in het Utrechtse stadskantoor. Kijk, gisteravond. Kijk, daar gaat ze. Oh. Oh, dit wordt spectaculair, jongens. Wie heeft een dansje voor ons ingestudeerd? Mag ik deze dans van u? Ja. Nou, daarmee heb je het gisteren niet gered, Fie, met die kwalificatie. Want je moest je longen uit je lijf rennen voor een plaats in de finale. En daar gaan ze. De fanatieke trappenlopers die in een zo kort mogelijke tijd de 432 traptreden van het stadskantoor proberen af te leggen. Arne is een van hen. Hij verwacht een goed resultaat neer te zetten. Al heeft hij zich niet echt goed voorbereid. Heb je getraind? Niet op deze trap, nee. Was ik nog wel van plan, maar iedere keer dacht ik van misschien morgen. De wedstrijd wordt gehouden in het kader van de Nationale Sportweek. Doel is om mensen meer te laten bewegen. En dat lukt zeker met deze trappenlooprace. Misschien te vergelijken met een 1500 meter lopen waarop je ook volledig verzuurt. Maar hier, het is nog alsof je een extra man met de hamer krijgt. Je gaat kapot en dan ga je nog een keer kapot, laat ik het zo zeggen. En inderdaad, de deelnemers gaan helemaal stuk. Na 24 etages traplopen is het happen naar adem. Ja. Even op adem komen, ja? Er zijn ook mensen die het wat rustiger aan doen, maar op hun eigen niveau toch een mooie prestatie neerzetten. Volgens mij sta ik nu laatste. Maar ik ben sneller dan vorig jaar. Ik denk zo'n 30 seconden sneller. Toen was ik ook al laatste. Dus ik ga de goede kant op. Arne zit bij de fanatiekelingen. Hij gaat voor goud. Zo, Arne, hoe ging ie? Ja, prima. Oh, een beetje duizelig van al het gedraai.
Uiteindelijk pakt Arne het zilver in zijn klasse, bij de mannen jonger dan 35 jaar. Dankjewel. Je bent gewoon tweede geworden. Ja, heel blij. Gefeliciteerd. En jouw medaille, die komt eraan. Dankjewel. En daarmee kwalificeert hij zich voor de Domtorenloop. En voor die race heeft hij het voornemen zich wat grondiger voor te bereiden. Ik ga misschien wel een keer trainen tussendoor. Ik heb nog wel een weekend kan ik wel gaan trainen. Nou, dat kan niet, hè? De komende donderdag is het al. Oh, aanstaande donderdag? Ja. Oh, jee. Oké. Nee, dan ga ik niet meer trainen. Ga ik bijkomen. Dat is toch een beetje de weg kwijt. 465 treden moeten ze straks op rennen. Ongelijk en glad natuurlijk. Het record is al 30 jaar oud. 2 minuten, 28 seconden deden ze er toen over. Het weer. Ongelooflijk. Zo snel. Vanavond en vannacht wolkenvelden en wat opklaringen. Het koelt af naar maximaal 12 graden. En dan morgen geregeld zon en nauwelijks wind. En dan wordt het 20 graden. Nou, ook de dagen daarna nog rustig weer met af en toe wel vrij veel bewolking. Vrijdag valt er wat regen. En met een graad of 20 blijft het zacht voor de tijd van het jaar. Nou, de weerfoto is gemaakt in het polderlandschap bij Leerdam door Jan Horde. Die al voor de gemeentefusie met Vianen is aangehaakt bij onze provincie. Heeft ook een mooie foto. Mail die dan naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Dat is wel echt een hele mooie foto. En onze gasten waren Fie natuurlijk. En Xenia Kuiper en Paul van Vlijmen. Oh, je kan ook zwaaien, Fie. Nou, geweldig. We hadden het over zorgrobots en over militair vertoon. Dank voor jullie komst. Dat was het. Kijk voor meer nieuws uit de regio op de app of op rtvutrecht.nl. Morgen zijn wij er weer. Fijne avond nog. Dag.